voor Oranje en voor de club merk je dat wel, dat je elkaar gewoon makkelijk vindt. En ja, je hoeft eigenlijk niet heel veel contact te hebben om te laten zien van daar wil ik mijn bal hebben. En dat is wel heel makkelijk voor een spel als hockey, waar het snel gaat, dat je dan zo'n band met elkaar hebt. We kennen elkaar al sinds we 8 waren. Als kleine jongetjes hockeyden we samen bij Union. Daarna ook bij het Nederlands jeugdteam. Eerst Nederlands B, vervolgens Nederlands A, Jong Oranje. En nu het Nederlands elftal. Strafcorner geeft hij aan en ik stop de bal. En dat is eigenlijk ook al sinds de jeugd. Ik weet precies in welke beweging hij gaat maken, hoe de bal komt. En hij zegt gewoon van ik kijk 1 of 2 keer. En als je dan 1 of 2 keer kijkt, dat is voor de tegenstander moeilijk te lezen ook. Ik kan het moment zelf nog herinneren dat wij samen met tranen in ons oog stonden. Dat was toen wij 16 jaar waren, speelden Nederlands B. We werden Europees kampioen in Dublin. We waren 3 jaar lang samen keihard aan het trainen. En toen wonnen we dat toernooi. Dat was wel een bijzonder moment dat ik ook niet snel zou vergeten. Ja, wie weet gebeurt dat weer. Als jij een bal eruit loopt, het is gewoon, daar krijg je energie van, ook als teamgenoot. Als je daarna staat te kijken, als de keeper een redding maakt, is net zo belangrijk als iemand die bal eruit rent. Ja, dat soort momenten zijn wel gaaf. We zijn gewoon allebei bereid om ons weg te cijferen voor het team. En dat is ook denk ik een belangrijke eigenschap die we allebei bezitten. Je maakt veel met elkaar mee, van jongs af aan tot nu. Je droomt ervan om samen grote prijzen te gaan winnen. En het komt nu dichter en dichterbij. Het is heel moeilijk te omschrijven hoe het voelt als je dat volkslied samen mag zingen. En een soort van broederschap dat je ergens voor strijdt met elkaar in het veld.